Hoi allemaal, dit is Koppersnelle van maandag 8 augustus. De brandweer van Breda krijgt in oktober nieuwe pakken, zo meldt BN De Stem, want de huidige pakken zijn afgeschreven. En de kosten van deze nieuwe pakken, 125 stuks, bedragen zo'n 82.000 euro. Sinds vandaag is de nieuwe website brabantvandaag.nl in de lucht. En ze melden dat het overgrote deel van de gemeentewebsites in Brabant niet helemaal voldoen aan de gestelde webrichtlijnen. Alleen de websites van Goorlen en Schijndel hadden nul fouten. Dat blijkt uit de Accessibility Monitor 2011, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd uitgevoerd. De Telegraaf heeft het bericht dat te hard rijden in de woonomgeving nog steeds de grootste ergernis is op de ranglijst van overlast door het verkeer. Ook parkeerproblemen scoren hoog. Het is maar dat u het weet. De goudprijs is maandag opnieuw flink gestegen, meldt nu.nl. De goudprijs breekt al maandenlang records, omdat investeerders goud zien als een relatief veilige belegging in onzekere financiële tijden. De organisatie van Park Hilaria in Eindhoven wil zoveel mogelijk afval gescheiden inzamelen. En daarom worden er wandelende vuilnisbakken ingezet. Het bericht is te lezen in het Eindhovens Dagblad. Medewerkers van de organisatie hebben een speciaal pak aan met op de buik een afvalbak waarin het afval gescheiden kan worden. Het festival trok het eerste weekend zo'n 150.000 bezoekers. Bij Omroep Brabant het bericht dat het Veldhovense bedrijf Condoom Anoniem 1000 mensen zoekt die een nieuw en gemakkelijk condoom willen testen. Het is een clipje met vleugeltjes met het rubbertje erin. En zonder het condoom aan te raken rolt het af. Ja, maandag was het in Brabant maar 18 graden. Wat dat betreft had je beter op de Noordpool kunnen zitten. Het is daar op dit moment warmer dan bij ons, dat meldt het Algemeen Dagblad. Er is op de Noordpool vandaag een recordtemperatuur van 18,7 graden gemeten. De bloemenvelden staan er in bloei en de klimatologen lopen er in korte mouwen rond. De komende dagen houdt de hittegolf op de Noordpool aan. Bij ons wordt het dinsdag maar 17 graden. En in Den Bosch is een 50-jarige man aangehouden nadat hij in een winkel voor 80 euro aan maandverband had gestolen. Dat lezen we in het Brabants Dagblad. De man heeft een boete gekregen van 400 euro. En voor mensen die nog op vakantie gaan, de vrouwen onder ons, hierbij wat tips hoe maandverband in het vliegtuig te gebruiken. Goed, dit was het weer. Koppersnelle voor vandaag. Graag tot morgen. Houdoe.